Dag meisjes, vandaag gaan we de massage van de arm even zien. Dus ik ga die vandaag ook demonstreren terug op mijn kleinste dochter. Jullie mogen meekomen, ik ga het jullie direct tonen. Allereerst wat jullie gaan doen, is de arm gaan insmeren met crème. Dus dat is het allerbelangrijkste. Oké, je model moet ook volledig ontspannen zijn. Dus ze mag niet tegenwerken. Ik voel hier dat ze tegenwerkt, helemaal ontspannen. Dat is heel belangrijk. Ontspannen, oké. Allereerste beweging is drukken. Richting elleboog en weerkeren naar de handen. Drukken, elleboog, weerkeren. Doe je 6 keer. 4. Dus je mag met stevige druk opwaarts gaan en de elleboog zeker aan vast meenemen. 6. Oké. Je legt de arm neer en we gaan richting bovenarm. En hier gaan we beginnen met kneden. Dus je kneedt. Ik heb hier natuurlijk nu niet veel plaats om te kneden. Je gaat dat de schouder op. Hier plaats je je hand achter de schouder. En glijd je. Schuif hier een beetje op, want dan kan ik het iets gemakkelijker tonen. Ga je zo diep mogelijk met jullie handen achter je model. Oké. Je keert terug. Dus je kneedt terug richting elleboog. Weer naar boven. Weer arm achter die schouder. En helemaal doorglijden. Oké. Je kneedt weer. Naar richting elleboog. En we werken die beweging af. We glijden naar beneden. Oké. Ontspannen, want je werkt helemaal tegen mee. Voilà. Eens dat je hier nu ligt, zal je binnenste hand het dichtste bij je model de pols ondersteunen. En gaan we met de buitenhand de onderarm gaan kneden, ook terug tot aan de elleboog. Drie keer. Oké. Nu gaan we dubbel kneden, de linkse hand en de rechtse hand. Links, rechts, links, rechts. Doe ook 3 keer, of toch een aantal keer. Dan draaien we de hand om. Onze binnenste hand houdt terug de pols vast. En we gaan terug met de buitenste hand 3 keer kneden. We draaien de hand terug om en we gaan hand, palm, hand terug, hand kneden. Okay. Nu gaan we rotaties doen van de vingers, maar we starten aan de kneukel. En van de kneukel gaan we richting vingertop. Eens dat we aan de vingertop komen, druk je eigenlijk af. Tweede vinger. En we drukken af. Derde vinger. Dries, film juist, dankjewel. En we drukken af. Vierde vinger. En we drukken af. En vijfde vinger. En we drukken af. Voilà, oké. Okay. Dan heb je nog het allerlaatste. Eigenlijk leg je de hand nu terug op de tafel. En hebben we onze eindefflorage. Want eigenlijk is de massage van de arm al wat kort. Hè? Dus je gaat naar de buitenzijdes en je keert terug. Buitenzijdes, zowel de schouder als de hand. En je keert terug. En nog een derde keer. Voilà. En dan neem je automatisch wel het deken. En hou die arm ook terug warm houden. Oké, dames. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Dag!